Yo, kijk van IMT, vandaag ben ik een nieuwe aflevering van Minecraft Minigame. Vandaag doe ik namelijk... Weet je deze minigame? Ik heb een flauw idee, maar in ieder geval iets met... Oh ja, Cops and Crimes, zo heette dit. Oh, ik wist het 3 seconden geleden nog. Echt heel slecht. Dan ga ik... Auw! Welk team zit ik eigenlijk? Oh, rood. Ik ben het kel uit mijn kont geraakt. Maar waar? Ik ben echt heel slecht in deze minigame. Dus ik ga hem zo keihard falen. Kijk, waar zitten de mensjes? Waar zitten de mensjes? Daar niet. Hallo, mensjes. Waar zitten jullie? Kom tevoorschijn. Hier in ieder geval niet. Oké, hier spannen zijn teammates. Dat is waarschijnlijk niet in de buurt zitten. Ik heb geen flauw idee. Kijk, misschien hier ergens. Dat is de eerste. Dat is wel vrij makkelijk gehad, zonder echt een goede gunfight. Even kijken. Oh my god, jij lijkt heel veel op ons. Maar nou heb ik jou. Dat vind ik echt zo annoying. Sommige skins lijken echt zoveel op elkaar. Dus als jij dus een nieuwe skin hebt... Dus ik ben altijd in je voordeel in deze minigame. Best wel slecht. Ja, dat is heel dom om me achterna te lopen. Au, maar waar die vandaan kwam, dat weet ik alweer net niet. Ik wist dat er nog eentje van die kant zou aankomen. Als er nog eentje aankwam, had ik dus niet... Mooie spawn! Jezus! Wat is een spawn, dead? Prachtig. Mooie spawn trap. Oh ja, Handige smoke. Ik had er nog meer kozen, ik had verwacht. Oké, die zat dus niet AFK. Ik dacht van, oh, die zou schrik wel AFK staan. Maar toch niet. Echt, dit is niks. Waar zullen ze zitten? Ik zie er achter eentje lopen. Ik weet niet helemaal in de gaten hoe het spelletje werkt. Ik hoor mensen hier achter schieten. Of niet? Ik moet mijn audio van mijn hersen flippen. Ik heb mijn hersen eigenlijk altijd verkeerd om op. Dat ik deze hersen niet vijf vind zitten als je hem goed hebt zitten. Op een of andere manier. Dat is echt heel raar. Wat? Ik kon niet schieten. Bullshit. Even kijken, waar zitten die enemies? Waar? Waar zitten jullie? Kom eens tevoorschijn. Zou er net wat lopen? Of mij niet? Het is wel mooi naar boven. Even kijken. Ja, hij heeft ook zo'n skin. In ieder geval één ervan had ik. Ik was heel erg trots op. Jij mag ook down. Turn down for what? Oh, dat is een teammate. Op zich niet zo handig om op te schieten. Zo, jij bent ook down. Ik ben hier richting mij toe lopen. Oh, een prachtige Nederlandse zin. Waar kom jij dan in één keer vandaan? Oké, okay, waar is het de rest? Oh, die game is afgelopen. Nou, zal ik een nieuw potje joinen. Dit potje duurde wel heel erg kort. Ondertussen ben ik een nieuwe game gejoined. Zoals je ziet, ook een hele andere map. Voor mensen in Desert of zo in deze map. Even snel naar kijken. Ja, ik zag jou al met een snipertje rondspelen. Jij gaat zo dood. Oké, die had mij. Een van die twee had ik dus wel. Oh my god, zijn jullie ook weer terug? Ja, ik kon een heel makkelijk headshot maken. Dat als ik nog minder ammo in mijn wapen had. Toen ik zo wat lopen. Er was dus niets.
Dat ze hier achter zitten, want ik kon je achter heel veel geweerschoten. Hoppa, was dat een headshot? Ja, dat was een headshot. Woed, woed. Dat doe ik natuurlijk voor, alleen maar voor die headshot. Headshot poppen, jongen. Met mijn popper. Met mijn party popper. Achterlopen ze. Ik ga eens die kant op. Ik weet dat ze willen gaan backreepen. Zo'n idee heb ik gewoon. Of ik ga ze lekker backreepen. Ja, hij wil graag gaan backreepen volgens mij. Kom hier. Ik ga je slaan met mijn mesje. Uitdaging voltooid. Levert 30 punten op. Om iemand even met aardappelschilmesje in de kaart te rammen. Dat is op zich best wel wat XP. Punten. Volgens mij ook niet een van de meeste punten. Maar oké. Okay. Ik weet niet hoe. Maar we doen het er maar mee. Surprise, motherfucker. Waarom zit hij achter eentje? Of aan die kant. Kijk, als iemand hoger is staat, moet je gewoon niet gaan proberen te challengen. Vaak hebben we dat al automatisch al verloren. Ik wist dat er achter nog eentje stond. Dat kon nog wel totaal niets aan doen. Stel als in blauw. We gaan het verliezen ook nog. Mogen wij niet even rustig spawnen hier? Of hoe zit dat? Ik heb het nog steeds daar. En ik ga dan weer. Haha. Speler gedood. Oké, even kijken. Dan zie ik achter wel iets lopen. Hierachter, maybe. Ik zag iemand lopen. Een ander kleurtje. Ander verf gebruikt. Even zien. Ik zie er achter eentje aankomen. Die heeft mij waarschijnlijk ook wel gezien. Of niet. Had ik weet dat hij had gestaan. Even reloaden. En hier enemies. Ik moest even concentreren, anders was ik op zo dood. Ik was toch op zo waarschijnlijk wel dood gegaan. Jezus, hoor die teammates gewoon schieten, jongen. Dus die kogels niks kosten. Oké, okay. Ah, nee. Shit, dat moet wisten van wapen. Dat deed ik niet. Oké, okay. Kom zo ook dood of je sniped. We hebben sowieso verloren deze match. Ik ben degene die al een beetje positief staat van mijn team, maar... We hebben toch verloren. In ieder geval, ik zeg, laat een like achter, vergeet niet te abonneren en tot de volgende keer. Doeg!